warming-up van vandaag is 8 minuten voor quality van 10 one-arm kettlebell swings per arm, 10 one-arm kettlebell press per arm en 10 one-arm kettlebell squats per arm. Bij de one-arm kettlebell swing is het belangrijk dat je de kettlebell tas aan het handvat vastpakt. Vervolgens swing je de kettlebell tas tussen je benen en geef vanuit je heup vaart, waardoor de tas of kettlebell ongeveer ooghoogte eindigt. Zorg ervoor dat je lichaam rechtop blijft tijdens de kettlebell tas swing. Zorg ervoor dat je arm eerst gestrekt is en daarna in de eindpositie, als de kettlebell tas ooghoogte is, dat je arm krom is. Bij de kettlebell of tas strikpress is het belangrijk dat je de kettlebell of tas aan het handvat vastpakt. Vervolgens ligt de kettlebell of tas in je kommetje. Je elleboog is hoog en vervolgens strek je je arm toe over het positie. Vervolgens zak je met de kettlebell of tas weer naar beneden tot de beginpositie. Zorg ervoor dat je bovenin controle toont als de kettlebell of tas in de over het positie is. Met een tas is de strikpress natuurlijk ook mogelijk. Bij de kettlebell of tas squat is het belangrijk dat je de kettlebell of tas aan het handvat vast hebt. De kettlebell of tas ligt in je kommetje en je elleboog is hoog. Zorg ervoor dat je voeten ongeveer op schouderbreedte staan. Je trekt je schouders naar achteren, zodat je borst opblijft. Vervolgens zak je in je squat en probeert ongeveer onder 90 graden te zakken. Je knie duw je goed naar buiten en je borst is nog steeds rechtop, ook in je squatpositie. Zorg ervoor dat je je gewicht iets in je voorvoet hebt tijdens het squatten. Je kunt de squat natuurlijk ook uitvoeren met een tas of een ander object. De workout van vandaag is een interval workout van 4 keer 3 minuten MRAP en 3 minuten rust. In de 3 minuten doe je zoveel mogelijk rondjes van 8 alternating kettlebell cleans, 10 burpees en 12 jump squats. Tel de rondjes en overige reps in de 3 minuten. Uiteindelijk heb je 3 scores. Bij de kettlebell clean begin je rechtop met de kettlebell tussen je voeten. Vervolgens zak je naar beneden met een neutrale rugpositie. Daarna maak je je arm lang en trek je de kettlebell met een mooie high pull beweging naar boven tot ongeveer borsthoogte. En ongeveer bij je borst maak je de catch. Dat betekent dat je elleboog onder de kettlebell gaat en de kettlebell in je kommetje eindigt met je elleboog hoog. Zorg ervoor dat de kettlebell rustig in je kommetje eindigt. Dit doe je door niet te vroeg aan de kettlebell te trekken en je elleboog weer rustig onder het gewicht te duwen. In de eindpositie heb je gestrekte knieën, heupen en enkels. De kettlebell cleans doe je alternating, dat betekent om en om qua hand. Bij de burpee begin je rechtop. Vervolgens zet je je handen voor je neer en spring je naar achteren tot je borst op de grond ligt. Vervolgens spring je weer terug om rechtop te eindigen. Als je rechtop geëindigd bent, dan klap je boven je hoofd en nu is de burpee pas voltooid. Je mag de burpee natuurlijk ook stappen. Zorg bij de jump squat voor dat je voeten ongeveer schouderbreedte staan. Je trekt je schouders naar achteren, zodat je borst opblijft. Ook duw je knieën naar buiten en probeer je onder 90 graden te zakken. Als je vervolgens uit je squatpositie komt, spring je omhoog waar je heupen gestrekt moeten zijn. Daarna zak je weer gecontroleerd in je squatpositie. Als je de burpee nog lastig vindt, mag je deze ook vervangen door een down-up. Als je de jump squat nog lastig vindt, mag je deze ook vervangen door een air squat. Als de burpee nog niet lukt, mag je het ook kiezen voor de down-up. Je mag de down-up springen of stappen. Zorg er bij de air squat voor dat je voeten op ongeveer schouderbreedte staan. Je trekt je schouders goed naar achteren, zodat je borst opblijft. Knieën doe je naar buiten en probeert om een 90 graden te zakken. De cooling down voor vandaag is 2 minuten cow stretch per been. Zorg ervoor dat je knie tegen de muur aan is. Je kunt ervoor kiezen om je hand op de grond neer te zetten, je handen in de lucht te doen of zelfs je lichaam richting je voeten te trekken.